Nou, gefeliciteerd met jullie 25-jarig jubileum. Jullie zijn de eerste cabaretiers in Nederland die een raam hebben gekregen. Hoe was dat? Ja, dat is verpletterend. Dat had ik nooit kunnen bedenken. Zelfs met onze naam hadden we dat nooit kunnen bedenken. Ja. Hij hangt hier, het is niet uit het raam. In de Kleine Comedie, en dat is onze thuisbasis, dat is onze huiskamer. Dus dat we hem hier hebben gekregen, ja, mooier wordt het niet. Het heeft ook alles te maken met het feit dat wij al onze programma's hier hebben gespeeld. Dus er zijn mensen veel langer bezig, maar die hebben waarschijnlijk niet alle programma's hier gespeeld. Namelijk die zijn overstapt naar Carré of wij ook wel, maar we zijn altijd hier gebleven. Toen wij begonnen hadden we zoiets van, als we daar maar één keer kunnen optreden, dan is ons leven geslaagd. En nu hebben we er iets van 192 keer gestaan, dus het is 192 keer geslaagd eigenlijk ons cabaretleven. Jullie zitten 25 jaar samen, hoe hebben jullie dat volgehouden? Nou, door hard te werken, mooie dingen te maken. En daardoor kun je altijd weer blij worden van wat je met elkaar maakt. Maar het is begonnen uit vriendschap. En ik denk dat dat de kern is. Als je onder alles voelt dat vriendschap belangrijker is dan de andere dingen die je doet, dan kan het eindeloos door. Want dan is het andere gewoon extra. En het is heel mooi, maar onbelangrijk. Jarenlang hebben jullie de kleedkamer gedeeld. Heeft dat wel eens voor leuke momenten gezorgd? Nou, ja, voor leuke momenten, ja, dat is, ik weet niet of het voor iedereen even leuk is. Nou, laat ik het zo zeggen, ik ben de laatste jaren in een kleedkamer apart gaan zitten. Het is zo dat Peter, dan ga je eten en dan kom je in het theater en dan is Peter gewoon weg, die ligt ergens te slapen. Die kan overal slapen en ik sta meestal als een ADHD'er op het podium gitaar te spelen en Fico die drinkt een kopje koffie. En, ja, ik zit bij de... Of ik zit bij de muzikanten. Zij hebben een aparte kleedkamer tegenwoordig. En ik zit bij de muzikanten. Hebben jullie last van groupies nog na 25 jaar? Nee, dat is ongelooflijk. Dat is gewoon nooit gebeurd. Nou, cabaretier, ik denk dat Hans Thewe of Theo Maassen, dat zou best... Jawel, joh. Ja, we hebben wel een paar groepies gehad. We hebben een meisje gehad die kwam dan 25 keer naar een voorstelling kijken. Maar dat was hartstikke leuk, maar dat was wel een groepie. Nou, ik heb wel één keer iemand in mijn kleedkamer gehad. Oh, okay. Ja, ik heb één iemand in mijn kleedkamer gehad, dat weten zij ook wel. Ja. Dat ik wilde echt net mijn broek naar beneden trekken, mijn onderbroek. En toen dacht ik, er is iemand gewoon. En het was inderdaad, maar die was eigenlijk al te oud voor een groepie. Maar die wilde een tattoo laten zien, toch? Ja, wilde ook een tattoo laten zien, ja. Had een tattoo en dan moesten wij raden waar die zat. Ja. Maar ja, je zag al dat moest op een borst zijn of zo. Dus. En toen zei de rest van de band, laat zien dan! Vieren jullie je 50 jaar jubileum ook in de Kleine Comedie? Als we die vieren, dan vieren we in de Kleine Comedie. Ja, absoluut. Zonder meer. Absoluut.